Eva, wat vind jij van vaccinaties? Wat ik van vaccinaties vind, dat vind ik dat je daar heel bewust en goed over na moet denken. Dat is in ieder geval één standpunt. Heb je kinderen? Ja. Drie. Heb je ze gevaccineerd? Deels en niet. Deels en niet, ja. Dus ik heb een tweeling van 10 jaar, die zijn geboren in 2010. En die heb ik uitgesteld, hè, dus later gevaccineerd en niet het volledige programma. En mijn dochter van bijna 5 heeft geen vaccinaties. En waarom kies je ervoor om je dochter niet te vaccineren? Omdat ik me meer in de materie heb verdiept en daardoor tot deze keuze ben gekomen. En wat was de reden dat je dacht van, nou weet je, ik ga jou niet vaccineren? Het begon eigenlijk toen ik zwanger was van mijn tweeling in 2010, of toen was het nog 2009. En toen was de Mexicaanse griep was toen in het land en toen werd ik opgeroepen voor de Mexicaanse griepprik. En ja, ik was eindelijk zwanger. Na 5,5 jaar proberen was ik eindelijk zwanger. Dus dan kun je nagaan dat ik erg voorzichtig ben met wat ik in mijn lichaam stop. En toen ben ik me daar gewoon in gaan verdiepen. En toen heb ik letterlijk de bijsluiter gelezen van de Mexicaanse griepprik. En toen stond daar dus in dat het niet geschikt was voor kinderen jonger dan 6 maanden. En toen dacht ik, ja, maar die in mijn buik zijn jonger dan 6 maanden. Dus ik ga het niet doen. Dus dat was mijn eerste besef van, oké, wat doen vaccinaties en waarom zou ik het wel of niet doen? Hoe groot is die kans dat ik die Mexicaanse griep ga krijgen? Toen ben je dat materie gaan verdiepen? Ja, nog meer. En dat, nou ja, dan kom je in fase dat je inderdaad naar het consultatiebureau gaat en dat je daar dan inderdaad de volgende stappen. Maar toen was ik daar al meer van overtuigd dan de vader van mijn kinderen, want je moet natuurlijk allebei overeen zijn en allebei je erin verdiepen. Dus toen hebben we eerst besloten om dat uit te stellen. En later heb ik toen met een nieuwe zwangerschap helemaal besloten om dat aan de natuur over te laten. Want als je zegt, toen raakte ik over. En als je zegt, ik was toen overtuigd geraakt, waarvan was je overtuigd geraakt? Nou ja, dat er een heleboel stoffen ook in zitten die schadelijk kunnen zijn. Dat op de lange termijn nog niet bewezen is. Misschien wel op de korte termijn, maar op de lange termijn wat het doet met een kind. En waarom zou je in een puur gezond kind al een heleboel stoffen gaan injecteren? Dus ik vond dat niet natuurlijk. En mijn bedrijf heet Miss Natural Lifestyle. Hè, gericht op natuurlijk leven, biologisch eten en bewustwording. Dus ja, dat past heel erg goed bij mij om daar dan toch heel kritisch over na te denken. Want kun je aan de mensen die nu kijken uitleggen wat jij hebt aangetroffen, waardoor je denkt van, weet je wat, ik ga mijn kind, mijn pasgeboren kind, ga ik niet vaccineren. Ja, nou ja, dat is het mooie dus. Dat mag iedereen zelf gaan doen. Dat is dus nu perfect de tijd dat we zelf die verantwoordelijkheid gaan nemen. We hoeven niet vanuit de overheid, vanuit virologen, wetenschappers, onderzoeken, al die bewijzen te krijgen om ons te overtuigen om iets wel of niet te nemen. Nee, we mogen er zelf weer dat recht in handen gaan nemen. Maar wat heb jij, toen jij zelf het recht in eigen handen genomen, wat heb je dan gevonden? Wat heb je ontdekt? Nou, ik heb niks gevonden. Ik ben gewoon gaan inlezen. Hè. Ik heb boeken gelezen, documentaires gekeken, interviews. En dan kom je gewoon tot een heleboel informatie. Maar dat is iets wat iedereen zelf mag gaan doen. Dus ik ga nu niet zeggen van ik vond dat en ik vond dat en ik vond dit en ik vond zus. Dat ga ik niet doen, want het is echt iedereen's eigen verantwoordelijkheid. Maar wat was iets waarvan jij dacht, ja weet je, dat weet ik zo niet meer. Dat was in 2010 en 12 en nee. Kijk, voor nu bijvoorbeeld, waardoor ik weer getriggerd werd. Dat was toen afgelopen december 2019 werd er een nieuwe vaccinatie in het Rijksprogramma geïntroduceerd voor zwangere vrouwen, de 22 weken prik. En toen dacht ik van ja, kom op. Kinkhoes was dat? Ja, nou ja, en daar zaten nog 2 anderen bij. Dus toen had ik zoiets van ja, nou kom je aan mijn veld, want ik help stellen met een onvervulde kindermens om de natuurlijke vruchtbaarheid te herstellen. En dan ben je eindelijk zwanger en dan zou je jezelf gaan laten vaccineren. Dus toen dacht ik, vrouwen, ik wil je erop attenderen, ga die bijsluiter lezen en maak dan zelf een keuze. Ik ga niet zeggen of je het wel of niet moet doen, maar ben je bewust. Als je in de winkel bent, de meeste vrouwen, ook mannen, die kijken op verpakkingen. We lezen etiketten. Hè? Zetten er E-nummers in, toegevoegde suikers, kunstmatige zoetstoffen. Maar zo kun je dat toch ook doen van een vaccinatie. Maar wat was in de vaccinatie waardoor je dacht van, nou weet je wat, mensen moeten dat niet doen? Er zitten een heleboel dingen in waarvan ik denk dat moet je niet doen. Dus maar wat? Maar dat blijf je weer op herhalen dat ik het voor jou mag vertellen. Maar iedereen mag het zelf uitzoeken. Zoek het zelf uit. Mensen willen altijd een quick fix. En worden bang gemaakt. Want als je de vaccinatie niet neemt, dan krijg je dit. Sommigen noemen het zelfs de dode babykaart. Want als jij dat niet doet, dan ben je een slechte ouder. Dan ben je een slechte papa of mama. Als jij je kind niet vaccineert, dat zeggen artsen gewoon. En dat vind ik echt super kwalijk. Jij adviseert stellen? Ja. Jij adviseert stellen? Wat adviseer je ze? Ik help ze om de natuurlijke vruchtbaarheid te herstellen. 1 op de 5 stellen
heeft problemen om zwanger te worden. Ja. Heeft vruchtbaarheidsproblemen. In 2020, 1 op de 5. Ja. En hoe adresseer je ze? Wat is jouw taak? Hoe doe je dat? Nou, er zijn een heleboel verschillende mogelijkheden, maar je gaat gewoon helemaal terug in het verleden om te kijken waar is het ooit bijvoorbeeld misgegaan. Of zijn ze zelf gevaccineerd? Daar kom ik ook steeds meer achter, dat daar ook best wel een correlatie ligt. Wat vind je dan? Nou ja, dat je inderdaad ziet van hè, bijvoorbeeld de vaccinatie voor baarmoederhalskanker. Die zorgt ook voor wat problemen bij jonge vrouwen. Wat zijn die problemen dan? Nou ja, op latere leeftijd bijvoorbeeld dat ze moeilijker zwanger kunnen worden. Of menstruatieproblemen hebben of sowieso hormonale problemen. En dan denk ik, ja, dat is toch niet de bedoeling. Maar hoe weet je dat? Hoe kom je daarachter? Ja, dat is een heel onderzoek. Dat kan ik niet zo in 1, 2, 3 uitleggen. Dus we gaan echt helemaal gewoon een je moet het eigenlijk zien als een... Je bent in de bergen en er stroomt mooi helder water van die berg naar beneden. En onderaan is het water vervuild. Dat is een probleem. Dan kun je daar een waterzuiveringsinstallatie bouwen. Probleem opgelost. Of je loopt de berg op om te kijken waar het water vervuild raakt. En zo kun je ook met het mens kijken naar het autonome zenuwstelsel. Zodat je eerst bovenin begint. In plaats van op celniveau, maar eerst in de bomen bovenin gaat kijken van waar is het misgegaan. Ja, want soms zijn daar al processen verstoord vanaf het begin. En dan helpt het niet om onderaan te beginnen. Maar hoe doe je, je gaat de mensen helpen, maar ben je daarvoor gespecialiseerd? Heb je daar überhaupt een opleiding voor gevolgd om dit soort conclusies te trekken? Ik denk niet dat dit nu het gesprek is, want het ging over vaccineren, toch? Jawel, maar het ene heeft het andere te maken, toch? Nee, ik denk waar ik mensen bij help, is bewustwording. En ik werk samen met professionals ook nog. Hè? Dus met een ortomoleculair arts, met een fertiliteitsarts, met een gynaecoloog. Dus ik doe niet alles zelf. Ik verwijs je door. Ik heb zelf dat hele traject meegemaakt van niet zwanger kunnen worden. En de tweede keer werd ik heel snel zwanger. Vraagtekens, hoe kan dit? Dit is gaan uitzoeken. En een heleboel mensen terechtgekomen. Ik heb ook een serie gemaakt, samen natuurlijk zwanger worden. We hebben een jaar lang 8 koppels op camera gevolgd. Waarvan er binnen dat jaar 6 natuurlijk zwanger zijn geworden. Dus ik kan ze een heel eind op weg helpen. Ja. En om even terug te komen op dat prik waar je tegen was. Zeg maar, daar werden mensen boos op je. Want jij had, de knuppel in het hoenderhok gegooid. Ja, maar de mensen werden boos op je. Want je had stellen die zwanger waren, waarvan je zei, je moet je niet laten vaccineren. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat stond in de krant. Dat zeg jij zo. Maar de actie was als volgt. Hè. Ik bedacht inderdaad samen met die leverancier, die zei, ik heb deze blenders ter beschikking. Ja, als je bewust zelf de keuze maakt om je niet te vaccineren, je doet zelf onderzoek, dan kun je die blender met flinke korting kopen en bestellen. Hè. Dus het was niet eens een winactie, we hadden gewoon 100 blenders en volgens mij was het 57% kosten of administratiekosten en dan kreeg je hem thuis gestuurd. Dus al die mensen maakten zelf die keuze. En dat was natuurlijk gewoon een ludieke actie om aandacht te vragen voor de veiligheid van vaccineren. Het was niet zeggen van, hoe kom je met de smoothie, los je al je gezondheidsproblemen op. Want ik las een quote van jou, dat er wel stond, wat je net zegt, van met de smoothie los je het niet op. Maar dat je jezelf van binnenuit moet reinigen. En door zo'n blender te gebruiken. Het is altijd beter om tijdens je zwangerschap groente- en fruitsmoothies te eten, in plaats van een vaccinatie te nemen. Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Ja, maar snap je dat mensen daar boos om willen? Ja, nou, maar dat triggert iets in mensen. En dat is eigenlijk, er zijn een heleboel zaken waarom mensen getriggerd raken. Hè, dat kan pijn uit het verleden zijn. Ze hebben altijd geloofd in wat wetenschappers en virologen en onderzoekers en artsen hun vertellen of de media. Hè, dus als je daaraan zit te porren, dan worden mensen getriggerd en boos. En denken van, wie ben jij dan? En dan moet je inderdaad allerlei papiertjes hebben om hun te durven zeggen wat ze zelf de moeite niet meer nemen om over na te denken. En wat doet zoiets met jou dan als je dit soort kritiek krijgt? Ja, vrij weinig. Ja, serieus. Ik laat het van mij afkleiden. Natuurlijk is het niet leuk als mensen zeggen dat je hoofd in de blender moet of dat je eigenlijk kinderen had mogen krijgen of al dat soort zaken. Maar ik weet gewoon dat een innerlijk pijn van hunzelf is als ze dat soort dingen moeten zeggen. Zo een stukje wandelen nu? Ja. Nou, daar hadden we toch een leuke campagne bedacht om bewustwording te dragen voor de veiligheid van vaccineren zwanger vrouwen. Maar ben je niet geciteerd? Wat was het dan dat je... Er wordt niet alles wat uitgezonden, dus dan heb je een gesprek van 10 minuten gehad en dan is daar misschien 1 minuut van te zien. Ja, maar dat kan ook. Alle op YouTube kun je integraal bijvoorbeeld uitzenden. Ik bedoel, bij ons is het ook een kwartiertje en dat hebben we je ook verteld. We kunnen natuurlijk niet alles uitzenden.
ik weet het. Dus, maar wanneer had je zoiets van, joh, ik moet nu opkomen voor die mensen die zich wel willen vaccineren, of ik moet ze de informatie naar ze toe brengen? Wanneer was dat moment dat je dat opstelt, moet ik mensen gaan bewuster maken van hoe slecht vaccinatie wel niet is? Nou ja, ik maakte mensen al bewust over een voeding, daar was ik al jaren mee bezig. Ik heb ook gesproken met de Unilevers en de Pijnenburg en de Campina's van deze wereld, waarom ze overal suiker aan toevoegen en misleidende marketing gebruiken. En nu kwam dan inderdaad die vaccinatie voor zwangere vrouwen, die 22 weken prik, in december was dat. En toen ben ik pas met gaan uitspreken over het vaccineren. Dat heb ik daarvoor wel artikelen op mijn website geschreven, maar niet zo sterk dat ik daar echt vond, ja, ik wil dat ongeboren kind een stem geven. Die geen... Hè? Rechten nu nog heeft en daar geen eigen keuze in heeft. En dat is nu een beetje jouw missie geworden? Nee. Mijn missie is bewustwording op alle gebieden. En ja, dat is, kijk, daar valt vaccineren bij en alles wat invloed heeft op je gezondheid. En want we hebben elkaar ook gesproken in Den Haag. Waar gaat het dan over? Gaat het over vaccineren? Gaat het over 5G? Gaat het over de lockdown? Gaat het over vrijheid? Waar gaat het over? Gaat het over de mainstream media? Het gaat over al die zaken. Allemaal bij elkaar en uiteindelijk vecht je daarvoor. Nee, ik vecht niet. Ik ben gewoon voor transparantie, openheid. 2020 is het jaar dat ook iedereen die zelf die verantwoordelijkheid weer mag nemen. En dat we gewoon zelf mogen nadenken over wat voor ons gezond is. En niet alleen maar afgaan op wat artsen, de zogenaamde deskundigen allemaal zeggen. Maar dat we zelf weer kritisch na gaan denken. Maar de meeste mensen hebben daar geen tijd voor. Die zitten in die rat race, die zijn druk. En je werkt, je hebt een gezin en kinderen, je hypotheek. En dan heb je geen tijd om na te denken. Dan wil je s'avonds gewoon op de bank, verstand op nul. Maar nu met deze tijd, waarin heel veel mensen thuis zijn komen te zitten, zijn meer mensen wel gaan nadenken. Ook over het onderwijs van de kinderen. Thuisonderwijs hebben ze nu gedaan. En zien ze, wat leren mijn kinderen eigenlijk? Sta ik daarachter? Is dat mijn, deel ik dit, deze visie? Ja, dat is weer het verhaal van Follow the Money, joh. Ja, het geld, waar krijgen zij hun bestemmingen vandaan? Ja, dat Bill zijn Gates. Allemaal vragen ook, ja. De Bill Gates is niet zo geliefd, heb ik het idee. Onder een deel van sommige Nederlanders. Waarom? Ja, ik denk wel op sommige Nederlanders ondertussen. Nou ja, dat is ook weer zoek het inderdaad zelf eens uit. Volg het. Hè. Hij is niet gekozen, hij is geen dokter, hij is geen. Maar hij bepaalt nu wel dat wij pas weer normaal kunnen functioneren als we een vaccin hebben. Dus deze aflevering over vaccineren is natuurlijk in deze tijd gewoon heel erg ontzettend. Er komen steeds meer mensen die twijfels hebben over vaccineren, juist nu ze pushen voor een coronavaccinatie. Weet je, hij is geen arts. Nee, maar ik zeg niet tegen 7 biljoen mensen wat ze moeten doen. En hij wel. Maar ik laat mensen zelf nadenken. En hij drinkt het op. Dat is het verschil. Ja, maar ik mocht ook deze woorden niet geloven. Ik zeg, je disqualificeert hem als... Hij is geen arts, dat is ook terecht. Hij is zeker geen arts. Hij is een van de rijkste mensen op aarde. Maar jij zegt ook, vaccinatie, dat is niet goed. Je moet even inlezen van... Ja, mensen zelf laten kiezen, maar wel dat ze weten dat ze zelf een bewuste keuze maken. Ik zeg niet, je moet het wel of niet doen. Ik zeg alleen, ik doe het niet. Ja, maar het is wel een twijfel. En sommige mensen zullen daar gevoelig voor zijn en denken van... Ja, maar dat moeten ze ook niet. Maar ze moeten mij niet op mijn blonde krullen geloven. Nee, je mag echt... Het is trouwens persoon over, maar je hoeft dat niet aan te nemen. Nee. Het is echt tijd dat je zelf die verantwoordelijkheid gaat nemen. Dat leren we toch kinderen ook. Zelf kritische vragen stellen. Zelf nadenken. En niet die tunnelvisie. Dus dat is wat ik mijn kinderen wil meegeven. Vind je dat wij te veel tunnelvisie hebben op dit moment? En wie is wij? De bevolking. Nee, de bevolking die is juist het vizier aan het verbreden. Die gaat de oogkleppen wel af. Wie dan wel? Die vertrouw je niet dan? Wie zegt van nou, dat geloof ik niet van wat ze zeggen? De boerenpartijen waar je mag gaan kijken inderdaad. Wie heeft er belang bij? Dat is met alles. Maar wat is dat belang? Leg eens mij. Nou ja, wie verdient er geld mee? Zo werkt het in deze wereld. Daar kwam ik achter. Vroeger vertrouwde ik alles wat er op televisie gezegd werd, in de krant stond.
wat mijn ouders vertelden. En dan word je ouder, dan word je ondernemer. Dan je kunt zelf nieuws brengen, nieuws in de wereld brengen. En wat is nu inderdaad dan feitelijk zo? En wie verdient eraan? Wie verdient er dadelijk aan het coronavaccin? Wie? Die is er nog niet, dus. Maar wie heeft er 7 fabrieken klaarstaan met het vaccin? Wie heeft zijn aandelen daarin? Geen idee. Nou, dat is Bill Gates. Maar zou het erg zijn dan als hij geld zou verdienen aan een vaccin die je helpt als je COVID-19 hebt? Of als het COVID-virus uit je lichaam kan halen? Is dat erg? Ja, maar gaan we nou voor elk nieuw virus dan ons laten vaccineren? Want die doelgroep hadden we nog niet, hè? Want doelgroep kinderen, daar hebben ze zwangeren bijgenomen. En dan heb je nog reisvaccinaties. En je hebt nog de griepprik voor ouderen. Maar eigenlijk dat hele middenstuk, hè, waar wij in zitten, daar was nog eigenlijk niks voor. Dat is natuurlijk een hele grote doelgroep. En je moet even denken als een marketeer. Ja, maar wat wil je niet precies zeggen? Nou, dat zo denkt dan iemand die vaccins wil verkopen. Dat is gewoon business. Ja, het is gewoon... virus is toch ontstaan, nou, daar mag je toch een vaccin voor bedenken. Ja, maar weet je wie er in die groep zitten? Daar zitten alle farmaceutische industrieën zitten in die... Hè? Ze hebben allerlei stichtingen gemaakt. Je kunt het gewoon helemaal traceren. Maar daar moet je even de moeite voor nemen. Waar traceer je dat? Waar zie je dat? Waar vind je dat? Gewoon in hun eigen rapporten. Er zijn een heleboel rapporten. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd hoe de namen nu zijn. Maar je hebt webplan agenda 230, agenda 21. Dan heb je nog allerlei andere. Het staat ook gewoon op hun website. Hè? Dus je kunt het gewoon downloaden. Maar als het op hun website... Ik ga even hier staan. Eén short even. Ja? Yes. Maar als het op hun website staat, dan is dat toch geen geheim in principe? Nee, maar het is ook in your face. Het is ook gewoon hidden in plain sight, noemen ze dat. Dus ja, het is gewoon out in the open. Sorry over al mijn Engels, maar het klinkt vaak beter. Ik ken die 2030 niet, of 2021 niet. Wat zijn dat voor rapporten dan? Wat staat erin? Ja, dat is de plan for sustainability. Daar zit alles komt erin terug. Hè. Klimaatverandering, maar ook de politiestaat waar we nu richting gaan. Maar dit ging over vaccineren. Dus nu gaan we de hele wereldorde erbij pakken. Hè. Het hele plan om de mensheid... Ja, maar we gaan van het een naar het ander, omdat je bepaalde dingen noemt waar ik nieuwsgierig naar word. Ja. Dus dan wil ik graag daarom. Ja, nou ja, ik kan je naar de... opname zeker wat linkjes doorsturen als je daar interesse in hebt. Ja. Maar dat is voor iedereen, hè? Iedereen mag zelf zich daarin verdiepen. Maar jij zegt politiestaat, vind je echt dat we in een politiestaat leven? Ik kom de grens anders niet eens meer over. Ja, op deze manier wel, als ik in een rondje in een park moet gaan zitten. Oké, maar er is op dit moment een virus dat mensen overdragen aan elkaar. Dan moeten toch wel maatregelen genomen worden, dat snap je toch ook wel? Dat vind jij. Dat vind jij. Ja. Maar je vindt dat we echt oprecht in de politie staat leven? Nee, ik vind oprecht dat deze maatregelen veel te ver gaan. Dat je gezonde mensen gaat opsluiten, dat gaat te ver. Kijk, dan moet je de zwakke mensen, die mag je ondersteunen en isoleren, maar niet de gezonde, fitte mensen. En een hele economie kapot maken. Weet je hoeveel ondernemers er failliet gaan, of zijn al? Dat vind ik zorgelijk, kwalijk zelf, misdadig. Meteen te vergelijken met de politie staat, dat gaat toch wel een beetje ver. Nee, zover zijn we nog niet. Maar we gaan die kant wel op. Ik bedoel, ik weet niet of je in China weet hoe dat daar gaat. Als we dadelijk de nieuwe software update voor je telefoon. Ik bedoel, daar zit die social tracking zit daar gewoon al in, hè? Dat jij Facebook. Dus je hebt eigenlijk al lang al je privacy aan Facebook gegeven. Ja, door op te klikken. Ja. Is het niet makkelijk om nu achteraf te zeggen van ja, nee, al mijn rechten worden ontnomen. Terwijl je op één klik al. Ja, maar ik wil niet verplicht dadelijk in isolatie zitten. Of dat ze me thuis komen ophalen en me dwingen tot een isolatie. Ja. Ach, gelukkig zijn we hier wel vrij, dus het is nog niet zo ver. Nee, maar het gaat allemaal stapsgewijs. Hè. Dat ze ook nooit in één keer al je vrijheid afpakken. Nu worden we even losgelaten. Zo, hè. De tweede golf komt eraan. Het najaar. Wat verwacht je dan? Ja, dat we weer naar binnen kunnen. Wat denk jij dan? Totdat er een vaccin komt, toch? Zou je die gebruiken als er een vaccin komt? Even denken. Nee. Nee, want er zitten gewoon een hele andere dingen in die ook gewoon zelfs je RNA veranderen. Je RNA, wat is dat? Ja, je DNA en je RNA. Zoek het op. Ik ga niet alles uitleggen. Mensen mogen zelf op onderzoek uitgaan.
Maar waar ben je ik ben bang geen voor Wikipedia dan? Of een wandelende encyclopedie waar je alles aan kunt vragen. Maar waar ben je dan bang voor? Ik ben niet, nee, ik wil gewoon mijn eigen autonomie betalen. Ik ben een soeverein mens. Ik ben een vrij mens. En dat wil ik graag zo houden. En mijn lichaam is perfect in staat. En de natuur heeft alles zo gemaakt. Hè, dat alles in de natuur streeft altijd naar balans. Maar je zegt, is het spul in dat je RNA gaat veranderen? Wat gaat er dan gebeuren? Nee, dat zeg ik al. Dat ga ik niet jou uitleggen. Dat mag je zelf op onderzoek uitgaan. Maar je maakt me nieuwsgierig over iets. Ja. En dan zeg je, nou, dat is de bedoeling. Ik mag je prikkelen. Dat is mijn missie hier. Ik mag mensen prikkelen, attenderen van, hey, ken je daar? Ik ben zo'n vuurtoren. Ken je die? Die dan af en toe een keertje iets in het licht zet. Ja, maar ik vind ook als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dan moet je ook wel verder uitleggen. Nee, ik doe een A tot en met Z nu. Vandaag was ik bij de D. Deep State, Donald Trump, Drain the Swamp, Dumps, Disclosure. Als we het over Trump hebben, hij gebruikt een middel. Dat hydroxychloroquine, ja. Ja. Hij gebruikt het. Mm-hmm. 40 jaar al op de markt. Ja. Zou jij denk je dat dat echt zou helpen tegen de COVID? Ik zou dat eerder nemen inderdaad dan een vaccin, ja. En er is zelfs ook, hoe heet het, COVID Organic, dat in Afrika, die minister, hoe heet het eiland, van die film, Madagaskar, ja, Madagaskar. Ik heb hem op LinkedIn een berichtje gestuurd, die heeft dus gewoon een natuurlijk middel, wat ook ja, gewoon door de WHO niet erkend wordt, maar heel veel Afrikaanse landen hebben de WHO nu al de rug tegengekeerd. Maar dat malaria-spul die Trump gebruikt, zou je ook gebruiken? Is dat niet onverantwoord? Het bestaat al 40 jaar. Hè? Het is al 40 jaar. Ik gebruik niet graag medicijnen. Want medicijn heeft altijd bijwerkingen. Maar dat is een middel tegen malaria, niet tegen de COVID-19. Nee, maar zo werken medicijnen. Hè? Medicijnen worden op de lijst met bijwerkingen, hè, bij medicijnen en bij de bijsluiter. De bovenste bijwerking, dat is de werking vaak van een medicijn. Snap je het? Zo worden, en soms wordt een medicijn, ik bedoel Viagra, is ook mogelijk ontdekt. Dat was helemaal niet bedoeld om een erectie te krijgen. Ja. Maar jij zegt dus, ik zou dat eerder gebruiken dan een vaccin. Waarom dat wel en een vaccin totaal niet? Nou ja, ik zou het niet gebruiken, maar als je dan mij twee kwaden geeft, dan zou ik eerder daarvoor gaan. Omdat het gewoon al langer op de markt is. Maar er zijn onderzoeken waaruit blijkt dus dat het niet helpt. Ja, maar we gaan nu een zonnig vaccin ontwikkelen. Dat we inderdaad, normaal, hoe lang duurt het over 10 jaar om een vaccinatie te ontwikkelen? Gaan we nu binnen 1,5 jaar op de markt brengen en 7 biljoen mensen mee vaccineren? Daar ben je sceptisch over, hoor ik. Ja. En waarom ben je zo sceptisch? Wat voor je sceptisch is vandaag? Omdat ik bewust ben. Ik ben er gewoon iemand die open is en de tijd neemt om me te verdiepen in de materie. En dan ga je voelen ook, hè? Want je kunt alles met je hoofd beredeneren, maar je hebt ook een intern navigatiesysteem in je lichaam. Net zoals je auto dat heeft je lichaam dat ook. Heel fijn kan afstemmen of informatie klopt of niet klopt. En als je daarbij ook nog je hoofd gebruikt, dan kom je zelf tot een hele mooie inzichten. Dus jouw advies aan de mensen is? Gebruik je hoofd en je hart. En je buik. Dus al die drie. Je hart is hier. Ja. Oké. Wij gaan verder met het interview, Boes. Wil je een vraag pakken? En dan ik pak wel even deze vraag nog even. Wacht nog even met antwoord en kom ik weer op de auto. 1, 2, 3. Je zegt dat mensen zelf onderzoek moeten doen. Maar er zijn al zoveel onderzoeken geweest van onderzoekers die daar gespecialiseerd in zijn. Waarom zouden mensen dat dan niet geloven? Dat je altijd gewoon nog zelf op 1, 2, ja. Waarom zouden mensen die onderzoekers zelf niet geloven? Dat is aan die mensen zelf. Of je iets wel of niet klakloos wilt aannemen wat een autoriteit jou vertelt. Ik denk dat het altijd goed is om jezelf in een onderwerp te verdiepen. Sowieso als het inderdaad om je kind gaat, wat ik net al zeg, of om je eigen lichaam, hè, dat is ook je tempel, daar wil je ook gewoon goed voor zorgen. Dus waarom zou je niet je verdiepen daarin? En je hebt echt wel makkelijker te lezen studies die voor iedereen toegankelijk zijn of boeken. Noem eens wat, van wie dan? Ja, ik ga geen namen noemen, hè. Bol.com staat er vol mee. Of soms niet, hè, dan halen ze weer weg, want dat mag ook weer niet. Video's worden verwijderd. Wat is dat? Waarom hebben we geen vrijheid van meningsuiting meer?
Wat voor video's worden verwijderd precies? Er worden heel veel video's verwijderd. Op Facebook, YouTube. Bijna iedereen die verhuist nu naar alternatieve kanalen. En waarom worden de video's verwijderd, denk ik? Ja, omdat ze een ander verhaal vertellen. En dat mag niet. We moeten wel het verhaal van de overheid alleen maar horen. En van het RIVM en de WHO. En als je een ander geluid hebt, een kritische vraag stelt. Net zoals David Prins, die longarts. Of die Duitse arts. Of die Amerikaanse arts. Er zijn zoveel artsen die zich nu uitspreken ook. Ja, die gewoon een eigen middel hebben. Inderdaad, in combinatie met hydroxychloroquine en vitamine D en zink. Maar dat mag niet, want dat is niet de bedoeling. Niet de bedoeling? Ja, dit is niet de bedoeling. Dat staat niet in de protocollen. Artsen moeten werken volgens protocollen. Maar een arts is zojuist levens te redden, toch niet om de overheid te luisteren. Ja, maar die krijgen dus ook die protocollen aangeleverd. Van, hartpatiënten gaan we zo mee om. Die patiënten gaan we zo mee om. Als je daarvan te veel afwijkt. Hoe heet hij? Ja. Hij heeft ook een website. Hoe heet die website ook? COVID of corona. Weet je? Maar ja, daar heeft hij zijn behandeling opgezet. Maar hij mag het niet meer doen. Dan wordt hij gewoon uit zijn naam gezet. Maar geloof je hem als hij iets zegt? Ja, hij heeft toch daarmee goede resultaten bereikt. Maar waar staan die rapporten dan en de onderzoeken die hij gedaan heeft? Ja, op zijn website. Hij heeft een website niet gemaakt. Daar kun je gewoon naartoe. Maar zo'n man geloof je en een RIVM weer niet. Hoe kan dat? Want... Oké, nu even terug naar die Mexicaanse griepprik. Ik stel je niet nam. Hè? Ja, ja. De overheid heeft echt miljoenen moeten schikken schadevergoeding. En ook in Engeland, maar ook in Nederland. Voor de bijwerkingen. Maar ik heb het nu over die arts, zeg maar. Dat is toch hetzelfde dan? Nee. Waarom geloof je zo'n arts waarom geloof je zo'n arts die zegt dat hij 9 of 10 patiënten heeft geholpen? Door een middel die door heel veel andere onderzoeken zeggen, dat klopt gewoon niet. Waarom geloof je dat? Maar heel veel mensen zeggen dat het niet goed is, omdat Donald Trump zegt dat het goed is. Hè? En iedereen is een beetje Donald Trump nu onderuit aan het halen. En dus alles wat in de media over Donald Trump komt, wordt al bij definitie afgemaakt. Zie je iets in Nederland positief over Donald Trump in de mainstream media? Zie jij iets zelf wat hij goed doet dan? Ja, heel veel. Zoals wat? Dat is gewoon te veel. Zoals wat dan? De afschaffen van de Federal Reserve. Oké. Maar er zijn 1,6 miljoen Amerikanen besmet. Mm. Bijna 100.000 doden. Mm. Zo goed doet het ook toch niet? Wat moet je daarover rapporteren dan? Of vind je dat goede cijfers? Ja, maar kijk, als jij het niet begrijpt, kan ik het niet uitleggen. Dus daar kun je ook weer in verdiepen. Ja. Maar is dat niet makkelijk keer op keer? Want ik heb heel veel mensen gesproken. Keer op keer, doe zelf onderzoek. En als je het zelf niet snapt, dan kan ik het je ook niet uitleggen. Ja. Is dat niet makkelijk om dingen te roepen en dan te zeggen van, luister, doe zelf onderzoek. Maar het is toch gewoon tijd dat we zelf die verantwoordelijkheid gaan nemen over ons eigen leven. Ja, maar als je iets beweert, dan moet je dat ook gewoon kunnen onderbouwen. En niet zeggen, ga maar zelf onderzoek doen. Of, luister, als je het nu niet snapt. Ik moet hier nu alles al gaan onderbouwen over Donald Trump, 5G, vaccineren. Weet je wat voor professional ik dan zou moeten zijn? Als ik overal zoveel verstand en ook nog op kon dreunen, dan moet ik inderdaad die chip van Elon Musk hebben, zodat ik al die data kan opslaan. Dat ik een halve cyborg word. Sorry. Ik kan je daar niet voor aan. Nee, ik ga ook niet. Kijk, die schiet namelijk al die satellieten de lucht in. En die legt hun gret om de aarde. Waarom doet hij dat? Elon Musk? Ja. Hij heeft het niet tegen me verteld. Maar nee. Tegen jou wel? Heb je er wel in verdiept ook al? Ik wist niet eens dat hij dat deed. Ja, precies. Maar waarom doet hij dat dan? Nee, maar kunnen we daar ook weer over gaan praten. Maar er is zoveel. Er is zoveel wat er gaande is waar mensen niet bewust van zijn. Waar haal je al die tijd om al deze dingen te volgen? En te lezen en te onderzoeken? Interesse. Waar haal je de tijd vandaan? Want ik ben wel een soort superwoman. Net zoals superwoman.